Zo, alle pakketjes zijn in de kofferbak en die gaan we nu wegbrengen. Hallo allemaal, mijn naam is Linda en ik ben de eigenaar van La Face. Ik ga vandaag een klein beetje voor jullie vloggen. Wij gaan op inkoop, wij gaan nu de pakketjes wegbrengen en daarna gaan wij op naar Amsterdam. We zijn aangekomen in Amsterdam. We gaan nu als eerste naar mijn leverancier. Want wij hebben een maandje moeten wachten op onze limited edition hoodies. Die ik ook vandaag meteen online ga zetten. Super excited. Dus die gaan we nu als eerst halen. So let's go. Ook nog even een snelle fitcheck. Ik heb gewoon mijn Adidas jas aan die ik altijd doe met inkoop, want het is altijd echt super warm. Dan draag ik nu al onze limited edition hoodie die ik zo meteen ga ophalen. En ik draag onze Linda split jeans. We zijn net eerst nog even gestopt bij een tassenwinkel. Onze Rainbow Bag Pink wordt weer aangevuld en we hebben een paar nieuwe tasjes om te proberen. Dus echt ontzettend leuk. En als we thuis zijn zal ik natuurlijk alles wat we hier hebben gehaald even laten zien. Nou, we hebben echt net de trui opgehaald. Super blij. Ik heb ze gelijk online gezet. Dus ik ben heel erg benieuwd. En nu gaan we even verder kijken. Nou, we zijn nu vooral even aan het kijken. Zoals jullie net in de beeld zagen, hebben wij al wat dingetjes gepast. Die misschien eventueel online komen. Dus nu gaan we nog even verder kijken. Ze hebben wel heel erg veel leuks. Dus nu gaan we nog even naar een kledingwinkeltje. We gaan ook nog zien naar de winkeltjes. Nou, we hebben weer heel wat sieraden ingeslagen. Daar loopt mama mee. Ook hebben we weer leuke leren giletjes waar veel naar gevraagd werd. Leuke jurkjes om te proberen. En echt amazing blousjes. Die lopen wel best wel snel, dus we hebben nu een nieuwe en hij is echt amazing. Ik zou zeggen, check zeker even de webshop. Dus nu gaan we even nog naar één leverancier en dan gaan we lekker een broodje eten. Ik heb onze flirty top die we hadden in zwart en paars in een nieuw kleurtje gehad. Een beetje donkerblauw, zeg een hele mooie kleur. Ook nog een leuk gewoon basic shirtje die ook leuk is met ons nieuw rokje. Super leuk, dus nu gaan we even... eten. Nou, we hebben lekker een tosti. We moeten zo nog naar één groothandel mijn bestseller riemen halen en dan kunnen we lekker naar huis. Zo, we hebben weer lekker de auto vol met allemaal spulletjes. We hebben echt heel erg veel leuks. We hebben ook een rokje en nog een paar nieuwe dingetjes. Misschien niet super veel, maar wel echt heel veel leuks. Wij gaan nu naar de andere groothandel om even mijn bestseller riemen te halen. En ik hoop onze two-piece, want die was binnen 24 uur al uitverkocht. Echt super snel. Dus daar gaan we nu nog even heen. De auto zit echt propvol. Echt heel erg tof. Zo, aangekomen op locatie 2 om de riempjes te halen. We hebben de riemen gehaald. We zijn nu nog even naar een andere locatie om toch nog even... te bekijken. Super leuk. We zijn in ieder geval echt goed geslaagd. Ik ga waarschijnlijk morgen al alles shooten. Dus echt super leuk. Zo, we hebben onze two-piece set weer kunnen bemachtigen. Super fijn. Ik heb nu lekker chippy en wat te drinken. We gaan nu weer lekker onderweg naar huis. Dus dat is heel fijn. En thuis zal ik even laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Zo, we hebben even alles uit de auto gehaald en hier neergezet. We gaan nu alles naar boven brengen en alles eruit pakken. Zo, we hebben even alles naar boven getild. Dus ik ga nu even alles uitpakken en op de planken leggen. Papa
papa heeft even de muziek aan beneden. Maar ik heb alles in de stellingen gelegd. Ik heb nu nog wat dingetjes die ik op het rek moet hangen. En ik heb de tassen uitgepakt. Ik ga zo meteen alles even aan jullie laten zien. Het is echt ontzettend leuk. Zo, het is inmiddels alweer bijna donker. Dus het licht is een beetje slecht. Sorry daarvoor. Ik ga in ieder geval nu even laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Ik zal beginnen met onze limited edition hoodies. Ik heb ze in 3 verschillende kleurtjes. Zwart, wit en roze. De roze die draag ik nu. Het is echt een hele mooie trui. Dan heb ik hem dus ook in het wit. En dus ook in het zwart. Dan heb ik echt een super leuke basic top gehaald. Die echt leuk te combineren is met alles. Ook heel erg leuk te combineren met onze Lara blazers. En dan heb ik een rokje gehaald. Die vind ik echt ontzettend leuk. Het geeft me ook een beetje Emily in Paris vibes. Echt dit super mooie rokje. Hij heeft echt zo'n ontzettend mooi patroon. En is dus ook echt super leuk te combineren met deze basic top. Echt super leuk. Dan heb ik ook nog een super tof shirtje gehaald. Een Lakers shirtje. En onder staat ook basketbal. Het is echt een super stoer shirtje. Het is ook eigenlijk wel een beetje een unisex shirt. Echt ontzettend leuk. Onze flirty top weer terug. Dit is een hele mooie blauwe. Wij hadden ze natuurlijk in zwart en paars. Maar ik wil graag een nieuw kleurtje toevoegen. En dat is blauw geworden. Ik vind hem echt super mooi. Dit zijn wel echt een beetje mijn persoonlijke favorietjes samen met de hoodies. We hebben natuurlijk al heel veel blouses gehad. Ook Senna blouses. Heel vaak gerestockt. Waren echt super populair. Ik heb nu echt een hele, hele gave blouse gevonden. Dit is de nieuwe blouse. Hij is echt super mooi. Een soort van ruffels ook. Het is echt super mooi. Die heb ik dus in het wit. En ook in het zwart. Echt ontzettend leuk. En deze worden maar €24,95. Dan heb ik nog een ontzettend aangevraagd item. Dat is ons leren giletje. Ik had hem eerst oversized. En dat vond niet iedereen leuk. Dus ik heb nu een cropped versie gevonden. Deze wordt maar €29,95. En pas je vanaf een XS tot en met een L'tje. Super fijn. Is ook echt super leuk te combineren met onze hoodies en sweaters. Ik heb een hele mooie en lange jurkje ingekocht. We hebben nog nooit echt een lange jurk gehad. Maar ik vond deze super leuk. En ook dit printje vind ik echt super tof. En jullie horen mij net praten over het two-piece jurkje dat we die weer terug hebben. Deze hebben wij een poos gehad. Daar hebben we hem laatst weer teruggebracht in het lichtblauw. Daar heb ik nu momenteel nog 2 SM'tjes van. En ik heb hem nu dus weer gerestockt in het zwart. Want deze was binnen 24 euro weer uitverkocht. Deze heb ik volgens mij 2 dagen geleden online gezet. Echt ontzettend leuk. Het is dus een jurkje die een mouwloos topje heeft en een truitje. Dus dat truitje en dat mouwloos jurkje kan je ook gewoon los van elkaar dragen. Echt ontzettend leuk. Dus ook nog een paar hele gave tasjes gekocht, waaronder deze. Deze heeft 2 ritsen en ook nog een drupknoop. En daar kan je ook wat in doen. Daar heb ik nu even de touwtjes in gedaan. Kijk, want als je hem dus eruit haalt, dan heb je dus gewoon een heel erg mooi tasje die je zo mooi gewoon aan je schouder kan hangen. Super leuk als je gewoon een dagje gaat shoppen of uitgaat. Super tof. En deze heb ik ook nog in het beige. Hier heb ik nog een super mooi tasje kunnen bemachtigen. Ik vind deze echt amazing. Deze heeft ook weer een langer hengsel. De Rainbow Back Pink, die hadden jullie al eerder gezien in dit filmpje. Die gaan we dus weer restocken. Het is echt een super mooie tas. Ook heb ik nog heel erg veel sieraden gekocht. Die moet ik allemaal nog aan mijn rekjes hangen. Maar dat ga ik allemaal morgen doen. Het zijn in ieder geval wel echt super leuke sieraden. Ook heel erg leuk voor de jongens om aan hun vriendinnetjes te geven voor Valentijnsdag. Of natuurlijk gewoon lekker voor jezelf. Ook hebben we weer wat nieuwe scrunchies toegevoegd aan de scrunchie collectie. En ik had bij mijn leverancier, dus mijn bestseller Rima, weer terug op voorraad besteld. Maar hij heeft me andere riemen meegegeven. Vind ik niet erg, want ik vind overigens deze ook super mooi, maar wel een beetje balen natuurlijk. Dit is in plaats van zilver een zwarte riem. Ook super mooi. Het is eigenlijk bijna hetzelfde, maar alleen deze is wat anders en hij is deze keer helemaal zwart. Maar vind ik ook super tof. Dus echt ontzettend veel leuke itempjes weer erbij kunnen scoren. Ik ga morgen alles shooten en alles erin zetten. Dus ik zie jullie morgen. Het is inmiddels zondag en wij gaan nu alle items shooten en dan komt het vanmiddag ook gelijk online. Zo, we hebben nu al een deel geshoot. Wij shooten in mijn kastenkamer. Ik heb dan hier een deel hangen. Wij maken dan TikToks en wij maak dan alle foto's. En als ik dat dan heb gedaan, dan ga ik ze allemaal bewerken met Lightroom gebruik ik. En dan ga ik altijd alles op de website zetten. Alle foto's zijn nu geshoot. Ik ben nu mijn computer aan het opstarten om alles nu te uploaden, zodat zo alles online kan. Het deel shooten en alles online zetten filmen was een beetje lastig. Sowieso omdat ik natuurlijk altijd shoot met mijn telefoon. En ja, het is gewoon een beetje foto's maken, items online zetten. Is gewoon alles uploaden, beschrijvingen erbij, maat erin, kleuren erin, et cetera, et cetera. Ik ben net even live geweest op TikTok en de collectie wordt echt al leuk ontvangen. Ik heb echt wel wat bestellingjes gekregen, super leuk. En wij gaan 31 januari op een maandag om 7:00 s'avonds een super gaaf item lanceren. Het heeft iets te maken met LaFace en het is een kleding item. Meer ga ik er nog niet over zeggen, maar ik ben echt super excited. Dus hou dat
dat ook zeker even in de gaten. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Wil je hier nou meer van zien? Laat het even weten in de comments. Vergeet ons ook zeker niet te volgen op al onze social media. Linkjes staan in de bio. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao!